De tering. Ik weet niet hoe ik de eerste dagen van ons nieuwe kabinet beter kan omschrijven. Ik pleitte een paar weken terug om Schoof 1 om te dopen in het kabinet Ironie 1, omdat het van hypocrisie aan elkaar hangt. Maar na wat ik de afgelopen dagen gezien en gehoord heb, zou ik die naam graag veranderen in Shitshow 1. Premier Schoof vergeleek zichzelf in de regeringsverklaring met Sivan Hassan, een van onze grootste atleten en bovendien een moslima die als vluchteling naar Nederland kwam. Om daarna doodleuk te zeggen dat asiel en migratie het heetste hangijzer zijn voor dit kabinet. Want je zou maar in Ter Apel of Budel wonen. Ja, je zou daar maar wonen en horen dat het nieuwe kabinet de dus zo keihard nodige spreidingswet, waar bovendien 96 procent van de gemeente om vraagt, weer intrekt. Omtzicht verweet Wilders' gebrek aan democratie in zijn partij, waarna Wilders buiten de microfoon: waar bemoeien je je mee? snauwde en later dreigend zei: heel veel mensen zullen nog spijt krijgen dat ik geen premier ben geworden. Het is doe normaal man 2.0 en dat al op dag 1. Daarnaast noemde hij de door hem zelf gevraagde premier Schoof... slappe hap en zei hij dat Dylan Jesselgus... een vuile valse beschuldiging richting hem deed. En Jesselgus greep op haar beurt naar X om te tweeten... dat Wilders zijn rol als regeringspartner onverantwoord invult... terwijl ze in het debat nog geen woord gezegd had. Op een gegeven moment riep Schoof... dit kabinet is geen kleuterklas, waarmee hij eigenlijk zei... dit kabinet is een kleuterklas. Dan hebben we nog een aantal ministers die tijdens de verhoren van de Tweede Kamer zeiden dat ze zich niet meer racistisch of discriminerend zullen uiten in hun nieuwe rol, om zich vervolgens direct na hun beëdiging racistisch en discriminerend te uiten. Minister Klever verklaarde pro Zwarte Piet te zijn en de ministers Agema en Faber zeiden tegen hoofddoeken te zijn. Vooral Faber maakte het bond, en ik citeer, ik ben niet van de hoofddoeken. Ik kan me wel voorstellen dat als het heel hard regent en waait, dat je dan iets op je hoofd zet. Maar ik zet meestal een muts op, einde citaat. Tot zover een kabinet voor alle Nederlanders en wat een nare en denigrerende manier om over anderen te praten. En dan viel Faber ook nog eens in slaap tijdens het debat. En dan hadden we natuurlijk het hele tweetdebakel van vicepremier Agema. Net nadat premier Schoof verklaard had dat iedereen echt gelijk is voor dit kabinet, slingerde Agema vanuit VK een brain fart op X. Waarmee ze impliceerde gewoon nog tegen hoofddoeken te zijn. En die tweet werd ook niet verwijderd. Toen schoof haar en de andere vicepremiers apart nam... om te overleggen over het Twitterbeleid... had Wilders een 1-2'tje met Martin Bosma... waarbij hij uitgebreid met zijn ogen rolde. Tot zover volstrekt neutrale Kamervoorzitter. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met dieptepunten opzommen. Maar de grote vraag is... Wat willen de regeringspartijen nu eigenlijk? Ze zijn al sinds november 2023 met elkaar bezig. Omtzigt is al een keer weggelopen. En toen jatte hij de dienstauto van Plasterk, weet u nog? Er is gehuild, gelekt, geroddeld. Er zijn minimaal vijf mannen gevraagd om premier te worden... voordat Schoof eindelijk ja zei. En nu zit het nieuwe kabinet er en begint het meteen als een pandemonium. Je zou maar NSC hebben gestemd met het idee... dat er een betere bestuurscultuur en bestaanszekerheid zou komen. Of je zou maar PVV gestemd hebben met het idee... dat als Wilders echt de macht krijgt, dat hij dan anders zou gaan gedragen. Om vervolgens te zien dat hij gewoon niet anders kan dan de boel voor zieken. Bij het akkoord op hoofdlijnen dacht ik nog, het had erger gekund. Bij de keuze voor Dick Schoof dacht ik nog, het had erger gekund. Maar veel erger dan wat we nu zien, nu het kabinet er echt ziet, kan het niet. Dat hoop ik althans. Zoals een Turks gezegde luidt: Als een clown in het paleis gaat wonen, wordt hij geen koning. Het paleis wordt een circus. Welkom in het circus.